Beste collega's, helaas zit ik weer achter een scherm en jullie ook. Ik had heel graag live met jullie een borrel gedronken op dit afgelopen jaar en op het nieuwe jaar, maar dat mocht weer niet zo zijn. Ik kan niet ontkennen dat ik er een klein beetje moedeloos van word. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor jullie geldt. Het was een moeilijk jaar en het is een moeilijk jaar en misschien als we eerlijk tegen elkaar zijn, zal ook 2022 niet altijd even gemakkelijk zijn. We zijn nog niet van de corona af. Maar dat betekent dat wij als faculteit wel verder gaan. En ook verder zijn gegaan in het afgelopen jaar. En we zijn erin geslaagd het onderwijs op een hoog niveau te realiseren. Er is veel gebeurd op het gebied van onderzoek. Ondersteuning heeft prachtig werk gedaan. Er zijn nauwe verbindingen met de praktijk ook geweest. Het werk is doorgegaan. Moeilijker, lastiger, ingewikkelder dan we normaal doen, maar het is wel doorgegaan. Daarvan zijn wij als faculteitsbestuur jullie ook nu weer zeer dankbaar. En fijn dat jullie dat op die manier ook hebben willen doen. En we hopen ook zeer dat dat volgend jaar zal plaatsvinden. De wijze waarop, we hopen allemaal het beste en we hopen allemaal dat het snel over is. Maar anders zijn we inmiddels flexibel en handig genoeg om dat op onze eigen manier ook te doen. Voor nu hoop ik echt dat jullie de komende weken wat tijd en ruimte hebben voor jezelf. We weten ook dat er nog wat werk te doen is voor sommigen. Maar hopelijk is er ook wat tijd voor reflectie, voor rust, voor echt aandacht voor je dierbaren. En even niet in alle Zoom-meetings en Teams-meetings die we de hele dag hebben. En ik hoop dat die tijd jullie wat rust, ruimte en ook blijheid biedt, zodat we er met z'n allen volgend jaar ook weer vol tegenaan kunnen. Heel veel plezier, heel veel rust, heel veel gezondheid. En doe voorzichtig de komende jaren, de komende weken. En ik hoop jullie in alle gezondheid en blijheid in 2022 echt in de Haagse gebouwen weer te zien. Tot ziens namens het hele faculteitsbestuur.